Zo kun je makkelijk alles terugvinden en ziet je opslag er ook nog leuk uit. Dit is ervoor nodig. Begin met het uitmeten van het midden van de doos. Zo komt je tekst er straks mooi gecentreerd op te staan. Ik begin met een scriptletter. Ik schrijf tussen mijn hulplijnen in. Zo wordt het toch een strakke letter. Scriptletters lijken op hoe je op school hebt leren schrijven. En ze zijn perfect om uit te breiden met extra krullen. Zoals hier bij de T. To get komt in een klein bloklettertje eronder te staan. Ik vind het mooi als de ruimte helemaal is ingevuld met teksten. Dat bereik je door verschillende groottes te maken. Kijk, nu kan ik de C van Creative de ruimte hiernaast laten opvullen. Dit zijn schreefletters met extra krullen eraan. Ik zet de letters er speels op. De E steekt een beetje uit. En de rechterstok van de V maak ik ook wat langer. Nu ga ik het kader aankleden. Met tekeningetjes van bijvoorbeeld een pen en hier een potlood. Ze hoeven niet heel ingewikkeld te zijn, zie je? Ik teken alleen de buitenlijnen. En ertussen wat extra krullen. En dan kan je gaan overtrekken met stift. Dit is een witte permanente stift van 1 mm dik. Mooi hè, die witte letters op zwart. Zo, klaar. Even in elkaar zetten, vullen en dan kan hij mooi op mijn kast.